Zo, jij durft? Ik ben nog helemaal niet wakker, heel gek. Ik ben bezig. Ik ben druk bezig om een voorstelling te maken over dit boek. En het gaat over een klein olifantje, kleine snuf, die gefascineerd is door de kwaliteiten van de andere dieren die hij om zich heen ziet, waardoor hij steeds uit de rij gaat. Omdat hij zich de hele tijd afvraagt waarom hij geen poten mag hebben zoals een giraf of een grote hoorns zoals een gnoe. Een hele mooie boodschap met heel veel mooie vormgeving. En dat willen we natuurlijk ook in het decor terug laten komen. Charlotte H. gaat het spelen. Ik ga het verzinnen en maken met een heleboel Afrikaanse muziek. En met nog een verhaaltje erdoorheen. Namelijk het verhaal van de mestkevers. Die ook in het boek zitten. Kijk, daar zijn ze. Kunnen jullie het zien? Hier, twee kleine mestkevers. En die hebben een bal poep. En die proberen ze helemaal van ver weg naar huis te brengen voor hun kleine mestkevertjes. Maar dat is nog niet zo makkelijk als er allemaal beesten doorheen lopen te stampen. Het is voor de leeftijd 2 tot en met 5 jaar. Dus ja, we zullen veel werken met visuele aspecten en muziek onder andere. We zijn nog volop in het maakproces. Mariska is volgens mij erg druk bezig om er iets heel moois van te maken. Maar ik heb er in ieder geval heel erg veel zin in en ik hoop jullie te zien daar. Ik hoop jullie gauw te zien. Tot later. Ik moet door, jongens. Ja, sorry. Doei. Ga dan.